Dames en heren, jongens en meisjes, welkom allemaal bij Border Survival. Rick, wat leuk dat je er weer bent. Wat zijn we hier aan het doen? Waar staan we? We staan op de pier van het nieuwe, ja, van mijn eigenlijk oude huis. Nee, nu... dit is het monumenthuis, jongens. Welkom bij Border Survival. In deze serie moeten Rick, Justin en ik... Vandaag zijn we wederom alleen met Rick, want Justin die is gaan zwemmen of zo. Die zei dat hij geen tijd... Vorige opname ook al niet. Oh, daar is hij weer, ja. Net zoals vorige keer. Hij is gewoon weer lekker aan het zwemmen. Justin is wederom te druk om met ons op te nemen. Nee, Justin kon helaas niet. Maar welkom in Border Survival. Van deze serie moeten Rick, Justin en ik van elk item één blokje verzamelen om vervolgens het spel uit te kunnen spelen. We zijn al goed op recht, Rick. We hebben volgens mij iets van bijna 260 verschillende items al verzameld. En het doel is dat we 1000 verschillende items verzamelen. Dat is bijna alles in het spel. De bomen zijn gegroeid, zo te zien. Maar in de vorige aflevering heb jij het monumentenhuis gebouwd waar wij de blokjes neer kunnen leggen die we verzamelen. We wonen nog steeds in het Kaukauhuis. Maar ik heb vandaag weer een planning voor ons gemaakt waarin wij hele leuke dingen kunnen gaan doen. Net zo leuk als dit. Ja, het leuke nog. Het is leuker dan het monumentenhuis bouwen. Okay. Ja, het is nog leuker dan het monumentenhuis bouwen. Oké. Jij mag kiezen uit 2 opties. Ja. Optie 1, en zoals je nu kan zien, jongens, dit is optie 1. Dit ziet er echt prachtig uit. Dit is vol gekleurde wol. Dit is vol carpets en weet ik voor wat allemaal. En dan heb je ook optie 2, daar komt ie. Dit is allemaal koper, ik kan het ook zien. Is ja, allemaal, ik zie het. Dit is allemaal koper en weet je wat het is? Wat lijkt jou makkelijker om te verzamelen, koper of gekleurde wol? Met de schapen die we hebben, denk ik gekleurde wol. Dan mag jij... Alles wat op dat lijstje staat, al die gekleurde wol, probeer je te verzamelen. Kijk, je hebt niet elke kleur, maar je moet echt dus je best doen om alles te verzamelen. We hebben wol hier, we hebben schapen. Dan ga ik wat koper doen. Oké. Okay. Ja, ja, benieuwd. Ja, sure. En dan kijken we wie er eerder klaar is. En degene die als eerst klaar is, die wordt leider en commandant van het Kaukauhuis. Oké. Die is leidinggevende van het Kaukauhuis, oké? Ja, oké. Mogen we beginnen? We mogen beginnen. Waarom pak je zwart? Ik was heel angstig dat je me even ging doodslaan of zo. Oh, je had zwarte tuin. Niet Justin! Laat Justin met rust! Kom hier! Oh nee, Justin was daar. Nee, dat was wel Justin. Oké, blijkbaar zijn we deze speedrun aan het doen. Dan ga ik hier alle bruine cacao weghalen, zodat je geen bruine... Oh nee, trouwens. Je hebt genoeg blokjes. Ik ga even kijken. We hebben al 7 koper. Maar ik moet wel natuurlijk meer koper gaan hebben dan dit. Dus ik moet even de mines weer in. Dat had ik niet verwacht dat ik dat had moeten gaan doen. Nee. Ga ik de laatste diamond besteden aan een diamond shovel. Oké. Hebben we nog maar 1 diamond? Nu niet meer. Nee. Dat is nu een shovel voor mij. Nee, die had ook nog niet. Een diamond shovel. Oké, dan ga ik even kijken of ik wat meer koper kan regelen. Want dat is in principe zo gedaan. Enig is met koper, is dat het daarvan de zuurstof, noem je dat, oxidaien? Zuurstof eraf halen of erop zetten, dat, weet ik wat. Hier is koper. Ja, dan komt door de regen, door de roest. Roest. De roest, hij moet gaan roesten natuurlijk een beetje, jongens. Of het met zuurstof moet erop gaan komen en dan wordt het natuurlijk oranje koper, wordt groen. En dat duurt altijd wel eventjes, dat is het enige nadeel wat ik heb. Wat is het donker? Ik zie helemaal niks. Maar je hebt ook soorten natuurlijk. Je hebt... Ja, en je hebt, maar dat is niet zo'n probleem. Het gaat erom dat ze... Ik heb van elke kleur heb ik er eentje nodig. Van elke status waarin koper zich kan bevinden, heb ik er eentje nodig. Het is wel spannend. We brengen in één keer een wending aan deze serie. Het was allemaal vredig met elkaar wonen in het Kaukauhuis. Maar Justin is wederom niet opkomen dagen, jongens. Dus allemaal even in de reacties. We missen je, Justin. Kom nou een keertje terug in deze serie. Ja, wij zijn toch veel belangrijker dan wat je normaal doet. Ja, ik wou net zeggen. Je gaat toch geen normaal privéleven hebben of zo? Ja, een privéleven? Ben je nou een sukkel, Justin? Wat is dat? Wat is een privéleven? Ja, ik ken het niet. Ik ken het ook niet, hoor. Ik heb geen privéleven. Ik moet alleen maar beschikbaar staan voor Max. Verder niks. Alleen maar voor opnames. Ik heb verder niks. Oké, ik heb wel genoeg koper. Ik heb meer dan een stack gelijk. Ja, dat doe je goed. Ja, dus ik denk dat ik leider ga worden van het Kaukauhuis. Nee, ik denk het niet hoor. Ik heb al meerdere kleurtjes. Oh, en ik ben het. En het moet ook in de kist liggen al, hè? Dus ik heb al een kist gesorteerd. Oh, ja, het moet ook in de kist klaar liggen natuurlijk. En ik ben al hartstikke. Oeh, ja, maar jij moet cyaan dye gaan krijgen. En dat is natuurlijk met cactus. Dus ik hoop dat je ergens cactus kan gaan vinden. Oh! Ja! Oh nee! Dat wordt natuurlijk een dingetje. Dat is het nadeel van de wol. Ik wist vooraf, oké, wol gaat een paar kleuren gaan moeilijk zijn om te krijgen. Zoals cyaan dye of zo, dye, weet je. Ja. Maar ook wel weer redelijk snel. En ik heb gewoon... Koper is redelijk... Oh, Black Bull, je hebt de eerste al. En dan heb je gelijk een carpet zometeen zeker. Oh, Grey Dye. Oh, die hadden we ook nog niet. Alle dyes ga je natuurlijk ook krijgen. Dus dat is wel goed. Oké, eerst raw copper. Die hadden we ook nog niet. Het staat niet eens op mijn lijstje. En ik ben gewoon goed bij. Ik ga hem ook gelijk... Nee, die ga ik wel behouden. Oké, dan gaan we dingen omsmelten. Zo snel mogelijk. Oké. Wat ben je allemaal snel aan het doen? Black carpet. Ja. Cool. Oh, god. Ik hoop niet dat ik de verkeerde keuze heb gemaakt, dat ik jou liet kiezen. Nou, op zich wel. Ik moet nu weer dingetje hebben.
Oké, ik ga nog een koper kist claimen. Ik doe wel een barrel, oké? Ja, is goed. Hey, ik heb hier deze... van de barrels is van mij. Ik heb hier deze onderste kist. Ja, ik doe... oh, de barrels zijn al geclaimd. Dan doe ik de kist erboven gewoon zo. Ja, is goed. Ja, dit worden wel veel puntjes halen vandaag. Dit worden heel veel puntjes halen, jongens. Oké, ik heb gelijk hier blok of copper. Zo, dat is de eerste. Dan hebben we ook gelijk de tweede. Die gaan we allemaal plaatsen. En dat moet ik even ergens doen waar ze kunnen ontsmetten. Of waar het zuurstof erop kan komen. Dat doen we hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 of zo. Doen we dit dus. Hoppakee. En nu is de bedoeling dat ik op deze blokken moet gaan wachten, jongens. Want dan worden ze langzaam een kleurtje groener. Maar dat, als ze zo ver uit elkaar zitten, gaat dat behoorlijk snel. Volgens mij. Volgens de calculaties. Even kijken. Ik moet zeggen, het gaat me op zich voor nu wel voorspoedig af. Maar... ja, maar, ik ben heel benieuwd naar het kaktusprobleem. Ja, dat wordt echt wel een dingetje. En verbrand het niet allemaal, neem het mee. En het is handig als je je cactus laat groeien. Ja, daarom. Want het zou zonde zijn als ze gelijk daarna geen cactus meer hebben. Ja, maar is letterlijk cactus de enige manier om groen te krijgen? Ja, dat is de enige manier om groen te krijgen. Niet. Er is geen andere manier om groen uit te krijgen in Minecraft dan een cactus, volgens mij. Dat is wel heel vervelend, moet ik zeggen. En kijk jongens, ik ben nu even in de lobby om aan jullie te laten zien hoeveel blokken we hebben. 261 van de 1048, oftewel we zitten op 24,9%. Bijna een kwart van de serie is al voorbij. En that's it. Letterlijk, we moeten uiteindelijk gewoon al die blokken hebben, dan snappen jullie dat ook weer. En dan is deze serie afgelopen. Ik ben benieuwd hoe lang dat gaat duren. Ah, sowieso nog wel een paar afleveringen, dat sowieso. Ja, 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 genoeg. Nog genoeg, in ieder geval. Ik heb al behoorlijk wat koperblokken, hoor. Ja, ik heb denk ik spijt van mijn keuze misschien. ja, alleen ik moet wachten tot ze een beetje verkleuren. Ja, dat duurt wel lang. Dat duurt echt heel lang. Dat is wel een dingetje, ja. Zo. En ze hebben 4 statussen. Dus ik heb al 4 blokken geplaatst. Dan kan ik ze langzaam... Ik heb er al 5. Oh, dus ik heb meer dan genoeg geplaatst, trouwens. Ja, nee, dat is goed. Ik heb meer dan genoeg blokken geplaatst. Ja, maar daar moet je dan ook nog allemaal stairs en slabs van maken. Ja, dat... Oh. Dus je hebt er veel meer nodig. Oh, ik heb ook veel meer koper nodig. daar heb ik niet over nagedacht. Ik heb veel meer koper nodig. Nee, trouwens, met een... Volgens mij werkt het ook in een grindstone. Oh ja, dat zou kunnen. Dus dan dat valt het wel mee hoeveel ik nodig heb. Ik denk dat ik wel meer nodig heb dan dat ik nu heb. Ik moet nog een inktvis hebben eigenlijk, maar ik zie ze niet meer. Nog een Justin. Ja, Justin, waar ben je nou? Ik ga een bootavontuur aan. We hebben nog niet eens een boot. Hebben we nog geen boot gemaakt? Nee. Ja, maar we zijn ook nog nooit het land echt af geweest. Ik ga op zoek naar Justin. Oké, ik ga deze ook hier plaatsen. Ja, Justin. Ik zie hem. Zo, nog geen één blok is andere kleur geworden. Dat is wel jammer. Dus ik ga nu heel even snel weer de mines in om te kijken of ik nieuw koper kan regelen. Dus ik kom nu alweer koper tekort, zie ik. Ja, koper tekort. Oh jee. Het wordt ook weer donker. Kunnen we zo meteen ook nog even slapen misschien? Kom je nu naar huis? Ja, ik kom er dan. Ja, dan wacht ik wel even. Dan ben ik gewoon mijn tijd die echt heilig is in deze race tussen ons, ben ik gewoon aan het verspillen door op jou te wachten. Nee, maar ik ben onderweg. Ja, dan ben ik toch aan het wachten. Nee. Nee, zo moet je het niet inzien. Nee, ik ben gewoon even van de zonsondergang aan het genieten, dat was het. En een leeg hoofdje. Oh, nee, daar ben je. Hey, daar ben je, joh. Gezellig. Kijk, hoe snel. Hier, ik heb blokjes voor je. Dat hoef ik niet, bedankt. Oh, oké. Kom in. Ik heb liever bloemen nodig. In het cacaohuis. Blauw was van mij. Ja, blauw was van mij. Ja, ik had wit. Ja, het rode bedje blijft wel heel erg leeg. Die blijft nog even leeg. Het is al 2 afleveringen is het rode bedje van Justin gewoon leeg. Ja, ik vind het echt niet kunnen. Misschien moeten we toch iemand anders vragen. Nee. Wacht nog een gedeelde gaf op Justin. Oké, ik ga weer ik ga wel een torch meenemen. Want de mines zijn echt niet te doen. Ja, maar ik heb een cactus nodig. Dat gaat toch niet? Ja, dat is wel even taai, hè, cactus. Oh, ik hoop echt voor je dat je die gaat vinden. Anders is het gewoon niet te doen. Maar de border is al behoorlijk groot. Dus ik zou even langs de kusten proberen te kijken. Ja, ik zit hier nu bij zo'n bloemetjesbiome. Nee, die heb ik niet. Die moet ik tegenkomen eigenlijk trouwens. Oh, een bloemetjesbiome. Dat heb je nodig, want dan heb je alle kleuren. Alleen nogmaals, cyaan niet. Dat is echt alleen te krijgen met groene dye en blauwe dye. Ja, maar ik heb hier nu ook geel. Die had ik ook nog niet. Hadden wij al... Hey, koper, wacht. Hebben wij al glow ink sacks? Ja. Ja? Ja, die heb ik verzameld. Ah, oké. Okay. Ga ik er eentje die killen hier. Oh, wit. Witte bloemetjes. Welke kleur komt hier uit? Ja, wit. Chips, die heb ik al. Ik zit bij de border. Hey, normaal skip ik altijd koper en dan heb je het een keer nodig en kom je het gewoon niet tegen. Dat is... Het is zo irritant als je koper tegenkomt dat je nou skip dat, weet je. Oh. Lilac? Wat is dat? Ja, is dat kleur? Ja, dat is magenta dye. Oh, dat heet dat lilac? Oh, is het bloemetje heet lilac? Ja, het bloemetje heet lilac. Oh, ik wou net zeggen. Ik denk, wat is lilac? Want dat is het bloemetje. Oeh, kijk, ik heb hem gevonden. Weet je wat ik heb gevonden? Nou? Een ruined nether portal. Oh, wat kan je vinden? Oh, creepers.
Cactus. Nee, helemaal niet. Nee, klopt. Had wat geweest als je daarin dingen zo cactus vindt. Zo, wat vind ik veel koper hier ineens? Golden boots. Hé, handig. Ja, die heb ik wel. Die kunnen in de kist gelijk zometeen. Ja. Oh, alles soort in. Nog meer koper! Zelfs een rouwkoper! Oh, ik vind heel veel koper ineens. Dit is echt een kopermine, dit. Dit is niet top. Dit is niet ideaal. Dit is echt top. Ideale kon het niet. We hebben helemaal geen desert. Ik loop langs de border. Zijn? Nou, ik denk... Ben je al langs de kust gelopen? Ja, daar ben ik al helemaal langs. Ik ga gewoon letterlijk de hele border langs om gewoon te kijken. En ik ga wel met een probleem zitten trouwens. Nou? Ik heb nog maar één broodje. Oeh, ja, ik 18, dus dat had je even moeten zeggen. Ja. Had je het niet gegeven, had ik het voor je neus opgegeten. Oh ja, lekker zeg. Ja, maar zo ben jij ook wel. Ja, dat klopt. Wel in video's, voor jou gewoon. Ja, klopt. Mensen zeiden dat je niet zo aan moest stellen in de reacties, hè? Ik heb heel veel echt lieve reacties gezien. Ja, dat klopt. Je hebt heel veel lieve reacties gekregen. Ja, daar was ik echt wel eigenlijk wel heel blij mee. Bedankt allemaal. Bedankt naar de mensen die lieve reacties voor je gedaan hebben. Shout-out naar jullie. Nou, niet shout-out, maar gewoon bedankt. Ja. Bedankt naar de mensen die lief waren in de reacties. Bedankt dat jullie er wel voor me zijn. Ja. En Justin niet. Nee, maar jij ook niet. Ja, ik ben er. Ik ben er voor je inderdaad tijdens deze nee, video. Ik ben er voor jou. Ja, dat klopt. Oké, ik heb alweer genoeg koper gehakt. Meloenen, ja, die heb ik echt nodig. Tijd om terug naar huis te gaan. Skeletons. Au. Creepers. Zombies. Nog meer creepers. Hey, koper. Dat wil ik hebben. Oh, maar... Gaat het goed komen? Oh, nee, dit ga ik echt niet doen. Kun je ook als niet van opblaast, bamboe of zo? Blaas even op. Ja, goed zo. Bamboe. Nee, de bamboe kan je niks van maken. Geen kleur. Ah, nee, daar kan je sticks van maken. Wat vervelend. Hé, hey, een panda! Die hebben we volgens mij. Justin had toch een panda? Ja, maar ik zie hier ook eentje. Ah, maat. Er is letterlijk helemaal niks. Ik heb een onmogelijke taak uitgezocht. Nee, jij koos ervoor. Ik heb nog een koper gegeven. Ja, maar ik had echt niet zoveel zin om te minen. Ik denk, ik ga wel lekker ja, maar het maken. Minen valt wel mee. Ik ben alweer klaar met minen. Het ja, is daarom. Vooral gewoon die blokken maken boven. Hé, hey, ik heb een... ik zie een broken ship. Ga ik zo even doen. Misschien vind je daar wel cactus. Ja, ik betwijfel het, maar het zou wel, het zou wel lekker zijn. Ja. Maar ik denk ook niet dat je in een schip cactus gaat vinden. Nee, ja, weet maar nooit. Misschien zijn ze gestrand in de woestijn. Komen ze uit de woestijn? Het schip komt uit de woestijn. Dat klinkt geloofwaardig, creeper. Ja, er moet toch wel iets zijn. Is mijn koper al groen? Hallo, koper? Ja, eentje is een beetje verkleurd. Dus die hak ik vast. Hoppakee. Dan... Oh, nice. Neem ik hem niet mee. Laat hem wel nog even staan. Oké, jongens, dat gaat goed dit, zie je? De koper die gaat langzaam verkleuren. Even kijken hoor. Ik heb hier dus een schip gevonden. En? Ah, nee! Wat? Ja, mosblokken. Ik dacht echt dat het praktisch was. Oh, je dacht omdat het groen was? Ja! Ik dacht echt, dit kan niet. Ik denk, dit meen je niet. Zo, weet je... Ik heb ook armor trim. Oh, heb je een armor trim? Ja, twee. Huh? Maar... Waarom zien we die niet? Oh, die hoeven we niet te verzamelen. Nee. Dat is niet een van de items die we moeten verzamelen. Oké. Okay. Waarschijnlijk omdat het te uniek is, weet je. En ik heb een buried treasure empty map, heb ik ook. Oké. Okay. Dan kan je wel een Heart of the Sea krijgen. Oh, die hebben we ook nog, maar dat is niet voor deze aflevering. Nee, dat wordt een avontuurtje. Dat wordt een avontuurtje voor een ander. Doe als Justin erbij is. Ja, is goed. Dus ik denk volgend jaar, dan gaan we die halen. Nee. Volgende aflevering is Justin er weer bij. Kijk. Sea pickle, oké. Okay, Rick. Nu ben je een beetje aan het flexen. Ja, maar ik kom wel gewoon allemaal dingetjes tegen hier. Ben je langs de kustlijn geweest echt gewoon... Ja, welke kustlijn ben je geweest? Allebei? Ja, ik ben nu letterlijk alles aan het langsgaan. Maar ik zit hier nu bij een... hoe heet dit? Zo'n koraalbiome. Koraal moeten we natuurlijk ook... Oh, ik kan wel vast een beetje koraal... Oh, nee, dat kan net niet. Koraal zit er net nog buiten. Dan is dat voor de volgende. We gaan nu zoveel blokken weer samen zometeen. Ook dat koper komt zometeen allemaal van mij. Dat extra wolf van jou. Ja, dat klopt. Dat komt allemaal goed. Ja, we moeten sowieso nog een beetje uitbreiden, want het koraal zit er echt net buiten. Oké, ik heb 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 van die blokken staan nu. Dat zou genoeg moeten zijn voor alles. Voor stairslabs, zeker als je een grindstone hebt. Waar staat onze grindstone? Volgens mij hebben we Er wel één. Jawel, die hebben we wel. Die staat in... In het monumentenhuis, ja. Links in het hoekje als je binnenkomt. Niet in het cacaohuis, dan loop ik over daarheen. Ik zal hem even in het cacaohuis zetten, denk ik. Ja, dat is handiger. Hier hebben we niets van. En daar heb jij hem neergezet. Hé, hey man, die heb jij gedaan. Nee, helemaal niet. Jij hebt hem gemaakt. Nee, dat klopt. Dat heb ik gedaan. Ja, ik ben echt heel de zeeborden aan het afgaan. Maar ik zie ook niet eens een desert in de buurt of zo. Dan ga ik je teleurstellen, want komt ie. Ik heb al kutkopper. Hoppakee. Kutkopper. Nee. Ik heb deze. Ik heb, komt ie. Deze.
Oeh, en wat hebben we nog meer? Oh, dat was het. Dat was wat ik met normale blokkenkops kon... Blokkenkops. Met blokkenkops kon doen. Dat was een kopperbloks, blokkenkops. Ik heb weer een broken shipwreck gevonden. Oeh. Oké. Okay. Oh, er zit geen deur in. Oh. Zo, die. Oh, jij bent allemaal dingen aan het... Oh, maar ik ga wel dood. Oh, jee. Oké, ik heb het overleefd. Ik was veel te gestresst voor niks eigenlijk. Ik heb het echt easy overleefd. Oké, okay, maar als het goed is, er dus nog een kist. Let's go. Oh, maar ik... Ja, bij mij moet het... Ja, ik kan het niet allemaal gewakst hebben, want we hebben nog geen bijen. Oeh. Maar je hebt ook natuurlijk de gewakste versie. En die staat ook op het lijstje. Nee, die staat niet op het lijstje, volgens mij. Of wel? Jawel. Oh, die staat bij mij op het lijstje, maar we kunnen het niet waksen. Want we hebben geen bijtjes. We kunnen het allebei niet halen. Meen je? We kunnen wel kijken gewoon wie het vers kan komen, op zijn ja, minst. Dat wel. En dit moet ik nu allemaal... Gast, dit gaat zo makkelijk worden om de rest te hebben. Als het gewoon allemaal gedingest is. Hier, die kan ik vast claimen. Deze. Nou, die laten we ook nog maar even staan. Ik ga gewoon alle blokken plaatsen. Zo. Ja, ik ben echt helemaal langs de boordraad gegaan, maar... Ik zie letterlijk ook gewoon nergens in de buurt iets aan een soort desert of zo. Ja, letterlijk niks. Ik ben aan het varen, ja. Ah, ja. Ik ben letterlijk de hele border aan het afvaren. Hebben we al zo'n lightning rod? Denk het niet, hè? Nee, hebben we niet. Hebben we ook amethyst voor nog? Dat hebben we zeker. Ja, we hebben wel amethyst. Ja, dat hebben we. Nee. Nee, want amethyst maak je een verrekijker. En die hoeven we niet, een lightning rod. Die wel. Oh, ja. Verrekijker hoeft we niet eens. Huh? Hoeft die niet? Nee, die hoeft helemaal niet. Maar ik heb hem wel gemaakt. Hier. Oh. Nu is het kou-kou-huis veilig voor bliksem. Juist, dat is waar ik het voor deed. Dat was het uiteindelijke doel van deze aflevering, dat is niet waar. Maar kijk, badabim, badab, boom, hoppakee. Het kou-kou-huis is veilig. Wacht, hij staat niet mooi hier. Even kijken. Zo, en dan hier, bonk, zo. Kijk, dit is toch prachtig. Nu is het veilig. Ik kom even bekijken hoor. Ik ben letterlijk nu alles langs geweest. En je hebt geen cyaandai of geen cactus gevonden? Nee, we hebben gewoon geen woestijn in de buurt zitten. Oh god. Dat wordt echt nog wel een dingetje. Hey, deze is ook al een mooi kleurtje. Hij is bijna de kleur die ik nodig heb. Hij moet nog iets blauwer worden, volgens mij. Nog eentje blauwer, ja. Ja, waar ben ik? Oh, hier hoor. Oké, ik ben in de buurt. Ik zal in de tussentijd ook wel even een pad maken naar het prachtige monumenthuis. Want die hadden we nog niet, hè? Nee, pad was... Ik vraag het terwijl ik ermee bezig ben. Want dat is nog weer voor dom iets. Ik zei, die hadden we nog niet, hè? Terwijl ik van letterlijk het pad aan het maken ben. Je hebt nu heel veel dingen geplaatst, maar het gaat gewoon verder, hè? Dat klopt. Hoe doe je? Wat gaat verder? Of, ja, zoals die oxidized copper en zo. Ja, dat moet wel nog even verder. Ja, dat moet allemaal wel verder. Okay. Ja, nog even verder. Oké. Okay. Kijk, het is een prachtig pad dit. Er moeten alleen nog even slabs komen hier en daar. Voor de prijzenkamer. Een boot. Een boot, ja, die hadden we nog niet. Die moet ik plaatsen. Ja. Waarom ik? Jij ja, niet met de boot weg? Ja, maar ik zal hem gewoon even ergens plaatsen. Waar? Ja, maar... Oh, wacht, nee, bij de houten tools. Waar is dat? Hier. Kijken, en wie nog? Oors. Zullen we even slapen? Ja, oh ja, dat is een goeie. Even kijken. Ja. Ik lig in bed. Jij ligt? Ik lig. Ik kom eraan. Gezellig. Zal ik anders een Justus bedje? Nee, natuurlijk ga ik niet Justus. Ja, dat zat ik. Dat is schande. Dat kan niet. Dat kan ik niet maken. Dat is Justus in zijn lekkere bedje. Oh, hallo. Oké, ik kom wel heel intiem aan. Ik ga wakker worden. Good morning, sunshine. Even kijken. Zijn de blokken al de kleuren die ik wil hebben? Die is nog niet blauw genoeg. Deze zijn wel al meer of al beter. Ga ik er dan eentje weghakken vast? Jawel, ik kan deze wel gewoon vastzakken. Deze hier, kijk zo. Deze, boem, dan gaan we hiervan maken. Dan ga jij schrikken. Ik wil Justin zeggen, ik mis hem gewoon echt heel erg. Dan ga je schrikken, Rick. Ja. Let op, maken we van dit, maken we deze. Dan maken we van dit, maken we deze. En dan maken we deze. Oeh, daar heb ik er weer 3. Oei, oei, oei. Dat hoef ik nu nog maar 2 keer te doen. Dan maak ik van deze, maak ik deze. En dan van die, oh, maak ik deze. Oh jee. En dan even kijken, van die maak ik deze. En dan van die maak ik deze. Oké. Okay. Wil jij deze trouwens aantrekken? Ik denk dat hij wel goed bij staat. Waarom? Dat wil ik helemaal niet. Is Curse of... Oh! Het scheelde niks! Het scheelde niks! Ik wou het bijna doen met Curse of Binding. Ik weet het niet meer af als je dat aandoet. Kunnen we dit bespreken bij Justin of zo? Dat we zeggen, als hij terugkomt, dat hij op een dropper moet staan. Dat hebben we toen eerder wel een keer gedaan. Ja, want jongens, voor als jullie het afvragen, Curse of Binding, dat betekent net jammer, want als je dat aantrekt, kan je het niet meer afdoen tot je doodgaat. Dat is wel een goeie. Gast, ik wilde hem echt bijna aandoen. Ja, daarom. Het scheelde echt niks, anders had ik hem aangetrokken. Dat had ik heel leuk gevonden. Ja, dat snap ik. Ik zal nog even een sign plaatsen met gewoon dat dit het kou-kou-huis is, want dat hebben we helemaal niet gedaan. Het, hoe schrijf je kou-kou? Kou-kou. C-A-C-A-O. Ik heb het echt heel lelijk geschreven, maar ik ga wel zo over deze hakken. Kou-kou. Oh, cocoa. Cocoa. Ja. Dus cocoa. Zo, is dit kou-kou?
Ja. Wauw. Het Kaukau. Het Kaukauhuis. En zo. En dan heb jij een mooie kleur. Hé! Hey! Oh, dat is een netje, maar ik dacht al dat het iets was. Welk kleurtje noemen we? Bruin natuurlijk van het Kaukauhuis. Poing. Het Kaukauhuis. Dat vind ik eigenlijk wel leuk. Ja, ja maar zo zeg jij het. Het Kaukauhuis. Kaukau. Ja, het Kaukauhuis. Dat vind ik een goeie. Even kijken, zijn er nog meer blokjes verkleurd? Nee. Het gaat traag. Ik moet meer blokjes plaatsen, denk ik. Het gaat trager dan ik had verwacht. Je bent ze niet stiekem aan het waksen, hè? Nee, ik heb toch geen bijen. Ja, dat is wel een dingetje. Ja, we hebben echt bijtjes nodig. Ik heb dus gelukkig 10 nieuwe blokken erbij. Ja, dat is wel nice. Ja, ik heb er ook aardig wel bij trouwens. Ik heb er nu 69. 69. Oh, zo. Ik heb 168. Oh, jij begint in te lopen op mij voor mijn gevoel. Nee, dit valt in. Dat scheelt letterlijk 99. Ja, maar daarom. Voor mijn gevoel was het meer dan 100 telkens. Zo, ik heb echt heel erg lelijk heb ik overal koper verspreid. Maar dan kan het wel gaan schimmelen. Ik weet nog niet hoe je dat noemt. Oxidaaien. Ik weet niet echt de Nederlandse vertaling daarvan. Ja, roesters denk ik, soort van. Ja, groen worden. Groen en blauw worden. Ja, maar dat is roest. Jij bent roest in mijn video's. Gast. Je bent er te lang en je gaat maar niet weg. Hier. Raw beef. Hier, raw beef. Ik zoek raw beef in jou. Ja, gast. Wil je beef hebben? Ik kom op terug en zo, hè. Oh. Weet je, ik ga jou helpen. Ik ga op zoek naar dinges. Ik neem een bootje. Dan ga ik op zoek... De border is uitgebruikt, dus dinges. Ik heb nu pumpkins. Oh, hadden we nog geen pumpkins? Weet ik niet. Nee. Oh. Ik ga zelfs op zoek naar dinges voor jou. Dat naar vind ik lief. Cactus. Ja, hè. Er is alleen niks, maar ik vind het wel lief. Ben je al naar de hoekjes gevaren van de zee? Ik ben de gehele border af geweest. Gewoon letterlijk rond. Vierkant. Als ik cactus vind, sneller dan jij, dan ben je echt heel slecht, oké? Okay? Hebben we dat afgesproken? Ja, is goed. Is goed. Dan ben je echt een slechte Minecrafter gewoon. Ja, direct. Dat klopt. Ik stem er ook nu al mee in. Hey, ik kan de border zien. Dat is een tijdje geleden. Het is border survival, maar ik heb de border echt al heel lang niet meer gezien. Ja, maar dat is vreemd hoor. Dat er gewoon nergens een desert is. Je zou denken met zo'n border survival. Ja, waarschijnlijk. Verder nog, weet je, dat het nog wel verduurt. Ja, dat is waar. Ik ben hier ook bij de borden nu. Heel veel gravel hier. Pink die. Oh ja, je begint nu op te schieten, jij. Ja, ik moet even die dingen zoeken. Pumpkins hier. Oh, dan ben je bij mij in de buurt. Ik weet het niet. Het zou het zijn. Oh, ja, kijk. Hey, Justin. Orange die? Huh? Oh, is maar een bloemetje natuurlijk. Nee, je kan rood en geel. Is er niet ja. Hoe maak je groen? Niet, kan niet. Dat is dus het ding. Het is een primaire kleur. Rood kan je ook niet maken. Can you... Ik ga het nu googlen. Ik heb een tijdje geleden voor Cold Veen dat ik het gegoogeld. Zodat ik ook cyan bij nodig. Cyan, cyan. Hey Rick! Hey. Ik ben gewoon aan het rondwalen, ik zie jou ineens. Hallo. Oh, hier is die Ruined Nether Portal ook. Ja. Ah, die is hier. Een koe! Ja, maar dat is zoveel werk om mee te nemen. We hebben geen lead, ja, die hebben we helemaal terug liggen. Kom eens. Ik heb hier beef. Kom dan. Je mag je beef houden. Eigenlijk moeten we koeien meenemen, hè? Want dat is handig. Ja, ik heb ze toch al wel gekeerd. Ja, daar loopt hier een koe, alleen ja, de liet is helemaal weg. Ja, en ik heb ook geen hooi bij me. Oh, hooi had ook handig geweest. Of een liet gewoon. Hooi. Hooi. Nee, maar we zijn wel uit de jungle biome inmiddels. Ja, dat wel, maar... Eerst was de border echt alleen nog maar bij de jungle biome, maar dat is inmiddels ook niet meer zo. Nee, hij gaat echt gewoon een stukje, hoor. Hij is wel echt ver, echt groot gewoon. Oh, daar is de jungle biome. Maar waar is de desert? We hebben cactus nodig. Ja, die is er dus niet. Ja, ik heb gewoon groen nodig. Het is denk ik... Ik denk dat we even geduldig moeten afwachten. Hebben we lapis trouwens? Ja, dat hebben we. Dan kan ik blauw maken. Dat klopt. Dan kan ik ook weer nieuwe kleurtjes maken. Ik moet wat meer gele bloemetjes hebben. Ik denk dat we echt geduldig moeten gaan afwachten op het cactusje wat we kunnen willen vinden. Ja, maar ik zeg, dat is nu echt gewoon nog niet te doen. Hoor. Dat is nog niet te doen nu. Hadden we potsel al? Nee. Oh, dat moet je natuurlijk met Silk Touch. Silk Touch, ja. Ah. Irritante bamboe, ik kom er bijna niet doorheen. Hey, panda. Hebben we ook eigenlijk al vines, of niet? Ja, die heb ik al met een schaar gehakt. Ja, is dat die panda die zit echt naast de border? Ja, echt op een hoge cliff best wel. Klopt, ja. Ja, die heb ik al gehad. Tenminste, die zag ik al. Maar toen je zei van, ik heb echt een leuke taak voor deze aflevering. Ja, toen had ik wel dit verwacht eigenlijk. Dit vind je echt leuk, toch? Ja, ik geniet hiervan. Geweldige taak. Gewoon mijn taak niet kunnen uitvoeren. Omdat je had, een vogeltje. Een papegaaitje. Ja. Nee, joh. Maar ja, die wil ik eigenlijk wel hebben, wacht. Moet je een zaadje hebben? Ja, ik ga zaadjes even verzamelen. We hebben er niet zoveel aan natuurlijk, maar het is wel leuk om een vogeltje te hebben. Zeker. Meenemen. Ik heb nog geen één zaadje verzameld. Ik heb er 6. Ik weet niet waar je bent, maar... Oh, twee panda's. Langs het water ben ik. Ik kom eraan. Hoe kan ik nou geen zaadjes hier verzamelen? Oh, eentje. Hè? Ik heb er 8 nu. Oh, maar dan is die van jou. 9.
Nee, maar jij mag hem wel hebben. Oh, nee, maar dat is gewoon... Ik zie je bootje. Jij mag hem ook proberen, hij hoeft niet specifiek, zolang hij maar van ons is. Oké, ik zie je bootje. Kijk, ik heb een 7. Wie zit er? Wie zit er? Waar zit hij dan? Waar is hij? Hier, ik hoor hem. Oh, ik zie hem. Hij is bij mij! Ga weg! Aan de kant. Het is mijn vogeltje. Kom hier. Nee! Oh! Nee! Nee, mijn zaakjes zijn op! Nee! Ja, komt u maar! Nee, joh! Oh ja, wat zijn zaakjes ook op? Oh, ik heb er één. Nee! Ga weg! Ja, ik heb er ook één. Nee! Waarom een kieskeurige vogel dit! Waarom eet hij zoveel? Wat een kieskeurig vogeltje dit. Ik heb er weer genoeg. Ik heb het nagenoeg. 3. 1. Ja! Hij is van mij! Nee. Oh, jammer dat je dieren niet kan delen in Minecraft. Kijk, hij wil eigenlijk bij jou zijn. Hij komt bij jou chillen. Ja, yo man. Kom maar vogeltje, kom maar naar mij. Kijk, hoppakee Rick. Kijk. Dit is hoe echt vriendschap eruit ziet. Dat vind ik niet leuk dat je nou zo... Waar is je poten? Kom met je mee terugvaren. Hier. Ik kom eraan. Wacht even op mijn vriend. Komt ik bedoel niet jou, ik bedoel de vogel. Oh, drone! Je bedoel je die vriend? Ja, maar hij zit in een boot, dan kan hij er niet op. Echt? Oh, dan vliegt hij wel. Dan zien we hem later wel. Tot zo. Had jij een schip daar al, die shipwreck? Ja. Die had je al. En je hebt ook al hier in de verte gekeken naar een... Oh, daar is die coral reef. Yes. Ah. Daar kon ik net nog niet bij, maar ik denk nu wel. Nee, maar dat gaan we niet... Ja, maar dat is niet voor deze aflevering. Nee, dat waren voor de volgende. En dan moet je ook weer al die dooien hebben en levende en... Ja, daarom. Dus heb je ook weer silk touch nodig. En dooien is best wel snel te doen. Ja, maar we hebben gewoon echt die silk touch nodig. Kijk, ik denk dat hier om de hoek dat daar wel uiteindelijk... Kijk, daar is een desert! Daar in de... Cactus! Heel ver! Echt? Heel ver in de verte is daar cactus, ja. Ik zie het, echt heel ver. Dat is echt nog 100 blokken moeten we dan verzamelen of zo. Oh, helemaal daar. Voordat we cactus kunnen verzamelen. Oh, dat is echt heel ver. Man. Maar op zich, de border was daar, net... Nee. De border was net bij deze rooien. Toen ik er langs, zeg maar bij die rooien koral. Ja, oké, hij gaat 1 per keer. Alleen, weet je hoeveel blokken we dan nog moeten om daar helemaal te komen? Heel veel. Dat zijn er echt nog heel veel. Als we een keer bij die cactus terechtkomen. Ik vind het wel gezellig zo, Max. Ja, het is gezellig in een bootje, hè? Je zit lekker te eten achter me. Ja. Kijk, daar hebben we ons basisje met het monumenthuisje en zo. Justin hier onder ons. Hé joh, nee, we hebben een dolfijn die ons volgt. Oh! Als je volgens mij zwemt, ben je net zo snel als de boot nu. Moet je maar proberen. Hier, doei. Volgens mij ben je echt net zo snel. Ja, toch? Ik ben sneller. Ja, zie je. Door die dolfijn ben je echt mega snel. Je zwemt gewoon onder me door. Het was op. Kijk, home sweet home. Home sweet home. Zullen we even slapen? En dan ga ik daarna mijn koraal of mijn koper even fixen. En jij je wol. En dan is helaas voor mij het gewakste gedeelte. En voor jou de cyaan is niet gelukt. Of de groene en de cyaan. Dan heb je de 2 niet kunnen doen. Ja, dat is wel slecht, ik mis sowieso wel. Nou, ik mis sowieso wel een paar kleurtjes hoor. Maar sommige bomen zijn er ook gewoon niet. Mag ik stiekem in Justin's bed? Nee. Dat is echt voor Justin bedoeld. Maar Justin is er niet. Dat kunnen we niet doen. Ik twijfelde ook al. Oké, koper. Hoe is het met je? Bedankt. Ja, thanks. Die daar is helemaal blauw. Dan is die precies wat ik nodig heb. Daar heb ik eigenlijk wel 2 van nodig, van deze blauwe. Hoppakee. Waarom gaat het zo traag? Hoe kan dat nou weer? Even kijken. Die. Oké, deze heb ik ook nodig. Deze hier. Zo, poing. Deze laten we nog even liggen. Hé, mijn vogeltje is er! Ja, is die er? Hoppakee, ja, hij is er. Nou, ik ben best ver, moet ik zeggen. Ik moest blauw nog pakken. Ik zit wel over de helft in ieder geval. Ja, jij bent goed bij... Hey, je mag er maar eentje achter laten parkeren, hè? Je laat er 3 achter. Ja, ik ga ik zo weghalen. Ja, ik hou je in de gaten, hoor. Ja, je hebt me in een smiezen. In een smiezen, in een smoezel. Oké, dan gaan we hiervan maken. Komt hij deze, boing. Dan maken we hier deze van, boing. Dan maken we hier deze van, boing. Hoppakee. Blauw. Ik ga even snel spieken wat ik nog meer allemaal moet hebben. Oh ja, lichtblauw. Dat gaat snel ineens, hé. Je bent allemaal dingen aan het verzamelen. Kijk, nu ben je wel echt op aan het inlopen op de tabbijs. Kijk, zo, dan hebben we die. Ja, ik hoef er nog maar 5. Ik hoef nog maar 5 verschillende blokken en dan ben ik klaar. Meer kan ik niet doen, want dan de rest moet ik waksen. Ja, jij hebt uiteindelijk wel meer. Zo, je hebt wel veel, hoor. Ja, dus we lopen in de strijd, loop ik denk ik voor trouwens. Ja, oké. Jij denkt dat je wel voorloopt. Zullen we deze ook in het monumenthuis zetten? Hebben we ook een diertje erbij? Zo, hier. Gewoon zitten. Ja, je moet hem... Hoe zet je hem ook weer neer? Table. Maar gewoon klikken, zo. Oh, is dat gewoon klikken? Ja. Maar moet hier even op. Ja, kijk. Poing. Zo. Kijk.
Weet je, dan ga ik heel even snel tussendoor farmen. Dat is ook belangrijk. Even voor ons eten zorgen. Ja. En dan gok ik dat mijn koper daarna wel klaar is. Welke kleuren mis je nog? Ik mis nog... Even kijken. Groen. Lichtgroen. Lime. Natuurlijk. Oh, ik moet grijs ook nog hebben. Grijs is wel te doen. Ja. Gewoon zwart met wit. Ja, maar ik zie dat ik die nog helemaal niet heb. Je hebt dark grey, gewoon normaal grey, en je hebt light grey. Ja, maar waar zijn die inksacks gebleven? Ja, maar die kan ik inderdaad nog fixen. En voor de rest heb ik alleen cyaan en groen nog nodig, volgens mij. En lime, denk ik, toch? Ja, cyaan, groen en lime inderdaad. Die drie. Die drie. Even kijken, we moeten nog even snel een inktvisje vinden. Een Justinkje. Een Justinietje. Maar dat moet niet zo'n heel groot probleem zijn. Zou je zeggen? Als je nodig hebt, dan vind je ze niet, hè? Nee. Dat is altijd zo met die dingen. Dat is altijd zo. Ik ga koekjes maken. Hoeveel kan ik maken? Ik heb echt veel koekjes gemaakt. Ja? Ja, ik ga er nog meer maken. In plaats van brood, wat veel handiger is, ga ik koekjes maken. Oh, Max. Ja, waarom heb je dat anders het cacao-huis heb gemaakt? Het is niet alleen voor de sfeer, hoor. Het is ook echt voor de nutten van. Even kijken. Ik heb echt nog veel meer justinietjes nodig. Ja. Kom hier. Ik heb heel veel koekjes gemaakt. Dus ik hoop dat je het lekker koekjes houdt als je zo meteen terugkomt. Ja? Ja, het zijn er een paar. Gewoon een aantal. Een paar. Even de status van het koper bekijken. Ik heb een donkerblauwe nodig. Of een helemaal blauwe en een zoals die. Maar ik wacht even met die hakken, want die gaat waarschijnlijk als eerste helemaal donker worden. Alleen, ik had wel verwacht dat het net wat sneller zou gaan. Ja, met die koper. Bijna klaar. Ja, ik ben bijna klaar. Alleen, het duurt net gewoon net te lang. Stinkkoper. Ja, het duurt heel lang altijd. Ik heb het echt ver uit elkaar gezet dan het moet. Om ze het snel te laten vergroenen. Ja, maar daarom wou ik dus ook voor die wol gaan. Ik denk dat is iets meer gevarieerd. Ja, alleen die kleur had je niet aan gedacht natuurlijk. Ja, nee. Maar ja, dat is dan voor een andere aflevering. Die drie. Daarom. Ja, cyaan, lime en... Cyaan, lime en groen. Waar ben je? Onderweg. Ik ben er bijna. Ik moest nog even inktvisjes hebben. Ik heb een heel bootavontuur achter de rug. Ik stop de... Hey, ik stop de koekjes in deze kist, maar dan heb jij allemaal... Of deze barrel, heb jij allemaal random dingen gedaan. Ja, in allemaal. In allemaal heb je allemaal random dingen gedaan. Boven deze. Oké, in dit hoekje, hier stop ik even wat koekjes. Zo. Als je koekjes nodig hebt. Even wat koekjes. Als je koekjes nodig hebt. Ja, ik ben alles hier aan het volstouwen. Even kijken. Drie? Oh, kut. Ik had er helemaal geen drie nodig. Ik heb nu allemaal wol verpest. Kan ik dat nog omgooien? Ja. Oh, chill. En dan moet ik natuurlijk ook nog even een barrel maken. Met alle dice. Oh, heb je nog veel over dan? Ja, ik heb van alles minimaal eentje nog wel over. Daarom, dus zat ik in één keer aan te denken. Ik denk, die moet ook nog even gemaakt worden. Zo, dan komen hier alle dice in. Ik ben gewoon letterlijk aan het wachten tot de koper verkleurd is. Want dan meer is er niet om te doen op het moment van mij. Ja, nou, ik heb wel een paar andere taken die ik dan gewoon even snel kan doen. Ja. Er zijn genoeg dingen. Wacht. Want uiteindelijk hebben we die cactus nodig, dus er moeten gewoon nog veel nieuwe dingen komen natuurlijk. Maar wat ik mij besefte van hout dat we hebben, kan ik dit bijvoorbeeld pakken? Even kijken. We hebben helemaal niet meer zoveel hout. Nee, dus ik kan dit nog doen, zo. Ik kan dit nog carven. Dat kan je in principe met al het houtsoort even doen. Oh ja, alles moet nog gecarved worden inderdaad. Nou, dat niet alleen, maar ook gewoon wood van gemaakt worden, weet je? In plaats van logs. Oh ja, en fences en zo. We hadden al een houtkist, toch? Of niet? Ja. Dan hier dit van maken, dan deze maken we dit van, die hadden we ook nog niet. In principe kan dat wel voor elke hout, maar volgens mij hebben we alleen nog maar jungle en normaal... Hé, hey, we hebben ook birch! Sinds wanneer hebben we... Dat is echt wel heel lang dat het cacao-huis is van birch. Ik denk, sinds wanneer hebben wij birchbomen, maar al lang. Klopt, ja. Hier maakt ook dit van zo en die carven we ook, hoppakee, netjes. We hebben wel nog een houtkist nodig, denk ik, voor alle andere dingen. Ja, we hebben veel meer houtkisten nodig dan dit. Ik maak er nog wel even wat bij. Gaat wel je vogeltje even moeten verkassen. Nee! Zo, ik heb hem even iets opgeschoven. De vogel heeft er niks mee te maken met de situatie. Sorry. Hier, wacht, ik heb een idee, kijk. Nou, ik was aan het craften! Hier. Zo. Wauw. Zit hij niet? Ja, daar zit hij niet in de weg. Had jij niet over na kunnen denken. Nee, had ik echt niet gekund. Hier, deze moet nog. Dan moeten we nog... Hebben we nog niet slabs gemaakt? Een jungle? Nee, we hebben nog niet eens jungle slabs. Even kijken. Deurtje, trapdoor, die... Moet ik nog een fence gate hebben? Van een jungle? Zou ik dat dan maar weer even doen, hè? Doe jij dat maar eens even. Kijk, dan doen we even zo. Zo, dan maken wij een birch fence. Oh, die hadden we al. Jungle fence, die hadden we ook. Waarom zeg je niet dat we die al hadden? Dan heb ik weer overbodige dingen gemaakt. Ja, ik zei een jungle gate hadden we nodig. Ja, sorry. Dat zat verkeerd te denken.
Oh, die doen we hier. Ah, wat handig weer van jou, Rick, dit allemaal. Slim, kijk, hè? Dat heb ik allemaal gemaakt. Ja, maar dat is, leg je het weer niet goed. Oh, leg ik het verkeerd, sorry. Oh, Max. Super. Zal ik een birch button maken? Ja. Hoppakee. Zal ik wel van birch... Nee, birch zijn? Dat kan niet meer. Daar heb ik geen dingen meer voor. Ja, we gaan wel goed, hè, ineens. Ja, we gaan goed. Alles wat we verzamelen. We hebben eigenlijk ook wel iets van een redstone kist. En hier ook. Hé, hey, 18 koekmutten, die is voor mij. Ik weet niet hoe, waarom die daar lag, van wie die was. Zullen we even slapen? Eén laatste, even één keer slapen, dan is denk ik mijn koper is ook wel goed. Goedemorgen. Het is geen roleplay. Oh. Oh, goedemorgen, ja. Ik slaap. Oh. Waarom? Gaat, mijn koper is traag. Er is zoveel gebeurd. Ik denk dat hij nu wel klaar zou zijn, maar nog steeds niet. Er zit een spin op, of een skelet op een spin daar. Oh, serieus? Dat is ook een mooie vondst, ja. Ja, ik moet letterlijk alleen nog die drie kleurtjes en dan ben ik volledig klaar. Ja, oké, dan heb jij denk ik gewonnen. Want meer kan je niet doen en ik moet gewoon wachten nog op het kopen. Dus dan heb ik verloren, denk ik. Ja. Ik denk dat dat echt de situatie is. Dus wat had ik nou ook weer gewonnen? ik zal de prijzen voor je halen. Nee, ik had iets van... Ik heb de prijs voor hier. Oké. We hadden afgesproken, de winnaar van deze dingen zou 3 eisen krijgen. En daar bleef nee. De winnaar kreeg helaas de leiding over het Kaukauhuis. Ja. Dus jij bent bij deze voor de volgende aflevering. En dan mag je wel, moet je uiteindelijk wel, vind ik wel, een nieuw punt maken dat iemand anders weer leiding kan krijgen. Maar als Justin erbij is, Justin ook kans krijgt. Maar jij bent voor de volgende aflevering de leider. Dat betekent dat jij volgende aflevering de plannen mag maken. Oeh. Ja, dus gaan we naar binnen? Oké, ja. Nou, dat zit. De leider blijft binnen. Ik ga lekker van buiten leven genieten. Nee. Ik wil wachten. Ik wil nog even alleen deze aflevering mijn koper doen. Oké, dat wil ik echt heel graag doen. Goed, Rick, we zijn ongeveer een kwartiertje later. We hebben even, althans, ik heb even stilgestaan. En ik zie dat mijn blokjes allemaal klaar zijn zoals ik ze wil hebben. Wat heb jij in de tussentijd gedaan? Ik heb echt heel veel gedaan. Ik ben bezig. Ja, ik ben bezig geweest met kwarts. Ik zag dat er kwarts hadden liggen. Ja. Dus ik heb daar letterlijk volgens mij bijna elke soort wel van gemaakt. Oké, goed en handig. Ik kwam dus net een enderman tegen, die ik nu weer trouwens zie. En die had een grasblokje vast. Hé, hey, hij is nu bij mij. Hé, deze heeft ook een grasblokje vast. Ja, dat zag ik dus inderdaad. Deze heeft ook een grasblokje vast. Dus je hebt het grasblokje ook. Ja, dus die killde ik net en ik kreeg ook een enderpearl. Dus die had ik ook. Hé, dus als we blaze powder hebben, kunnen we misschien binnenkort ook op zoek gaan eventjes naar... En de Ender Dragon. De Ender Dragon. Alleen, dan moeten we wel geluk hebben dat hij nog binnen de border is. Dat klopt. Je hebt kans dat het niet zo is, namelijk. Oh, serieus? Oké. En ik had nog één dingetje. Dan ga ik hier even de laatste blok. Wacht even, ik doe even snel de laatste blokken. Ja. Dan doen wij... Die hebben we allemaal. Doen we zo. Bada beam. Bada boom. Bada bam. Zo, dan heb ik al mijn blokken. Jij was wel eerder met alles. Kijk, ik bedoel... Ja. Bij mij hoeft het alleen nog maar allemaal gewakst te worden. Dus dat kan ik zo snel mogelijk ook volgende keer gewoon doen. Ja. Maar ik heb wel, zoals je kan zien... Hier, netjes gewoon dit en dit. Ja, dat is super hoor. Zo. Ja, dat is top, toch? Ja, dat doe je goed. Zal ik even het kopen hierin zo? En terwijl ik dus het hout aan het aanvullen was, want ik was gewoon even alles netjes aan het sorteren. Oh, netjes, ja. Heb je dus ook met die nieuwe update die kisten in een boot. Ah, dus dit is eigenlijk... Oh, en aan de andere kant hebben we natuurlijk het hout zelf. Ja. Ah, Rick, je bent goed bezig geweest. Ik ben trots op jou. Ja. We hebben hier natuurlijk onze nieuwe vondst van vandaag is dit. En we hebben dit. Dan ga ik ook even naar de lobby. En dan... Oh, 346! We begonnen echt met 200 nog wat deze aflevering. Ja, maar als je op dat kijkt, ik heb nu 108. Weet je hoeveel er gedaan is ook gewoon deze aflevering? We zitten op 33%. We zijn bijna 10% gestegen. Klopt, ja. Oh man, wow. We hebben echt veel gedaan. Ja, dat is een nice. Een goede aflevering zonder Justin weer, hè? Ja, het gaat beter. Het gaat beter. Ja, Justin is alleen maar afleiding, is het? Maar goed, jongens, voor nu gaan we deze video afsluiten. Rick, ik vond het leuk dat je er weer bent. Wat moeten mensen in de reacties reageren als ze nu nog bij de video zijn? Papagaaitje. En met een naam. Een naam voor het papagaaitje, dat vind ik wel een goeie. Als je nu nog bij de video kijkt, reageer even de papagaai moet heten. En dan je naam. Maar dan nu, vergeet zeker niet te liken. Vergeet zeker niet te abonneren. Kijk lekker, goppapa, deze video. Dit is namelijk het deel waarin Justin er ook niet was. En waarin Rick uit huis is gestuurd. Maar uiteindelijk stiekem toch niet uit huis is gestuurd. En dan nu spreek ik later. Klaasje water, telt 4 flessen bier. Tot de volgende keer. Boom.